negen minuten over 8:30. En we hebben toch wel een heugelijk momentje, kan ik toch zo zeggen? Ja, het is ongelooflijk. Gisteravond was natuurlijk pakjesavond, 5 december. We hebben allemaal pakjes van Sinterklaas mogen ontvangen bij ons thuis. We hebben het er net over gehad. Was bij ons erg gezellig natuurlijk. Maar ja, officieel is hij eigenlijk vandaag pas jarig en hij vertrekt ook deze ochtend weer. En we hebben hem, jawel, aan de telefoon op dit moment. Sinterklaas, goedemorgen. Hallo Floris en Joeri. Wat leuk dat ik jullie aan de lijn heb. Het is een echt hoor. Even een applausje. Daar mag wel even voor geklapt worden. Sinterklaas, dat ik dit nog mag meemaken. Dit is fantastisch. Ik vond het ook wel heel bijzonder dat ik gebeld werd net een minuutje geleden. Zo, op de valreep om toch nog eventjes voordat je Nederland verlaat natuurlijk. Hoe ben je vanochtend wakker geworden, Sinterklaas? Nou, ik was wel erg moe, want ik ben heel laat naar bed gegaan natuurlijk. En de Piet ook. We hebben echt heel erg uitgeslapen tot een kwartiertje geleden. En we zitten met z'n allen heerlijk aan de pepernotencrusli op dit moment met yoghurt. Pepernotencrusli, ja. Is daar een speciale ontbijtpiet voor die dat dan nog voor zijn rekening neemt? Ja, en die doet dat al jaren en dat bevalt uitstekend en dat is ook goed voor de leven en ledematen. Dat klinkt goed, dat ga ik volgend jaar vragen, want ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt inderdaad. Heerlijk. Hoe druk was pakjesavond? Ja, je zegt het al, het was een drukke avond. Ja, het is. Je moet tussen alle verkeer en files moet je toch op tijd je pakjes bezorgen. Want kinderen die verwachten Sinterklaas natuurlijk. En hoe later op de avond, hoe ouder de mensen zijn waar we de cadeautjes uitleveren en afleveren. Gewoon hartstikke druk. Tot dan middernacht toe eigenlijk. Ja, precies. En wat ik me nou altijd al heb afgevraagd, hè? Als Sinterklaas dan weer terug gaat naar Spanje. Waar gaat hij dan naartoe? Heeft hij een huisje daar? Misschien wel een vrouw? Kinderen? Ik weet het niet, Sinterklaas. U stelt wel een hele pikante vraag. Sinterklaas woont gewoon in een rijtjeshuis in Madrid. Oh, in Madrid, oké. En dat is daar kom ik al jaren en dat bevalt me prima. En dat is ook mijn uitvalsbasis om elke jaar weer terug te gaan naar Nederland. Ja. En of ik een vrouw heb, die had ik vroeger. Maar dat is al zo lang geleden. Ik ben meer een bejaardenhuisbezoeker. Hoe was het dit jaar om Houten te bezoeken? Want ik kan me begrijpen, er zijn natuurlijk een hele hoop steden in Nederland waar u langs gaat. Hoe is Houten nou eigenlijk? Nou, het was een beetje een probleem, dachten de Pieten. Die dachten dat Sinterklaas niet wist waar Houten lag, omdat er geen vuurtorens waren. Oh. Maar uiteindelijk, ze hebben dat met heel veel vuurwerk, hebben ze gezegd, nou Sinterklaas, daar moet u aan land komen. Dat is ook gelukt bij de Loswal. En vervolgens zijn we naar de locaties gegaan, hè? De Kastellum, het Rond en tot slot het Oude Dorp. En dat is altijd berengezellig, zeg ik altijd. Ja, hoop volk, hoop kinderen. Ja, dus gezellig. Ja. Kijk. En dan vanmiddag dan is het weer zover. Dan stappen jullie met z'n allen weer op de boot om dus dan weer koers te zetten richting Spanje. Nou, vanmiddag, kwart over 6 vind ik niet echt vanmiddag hoor, eerlijk gezegd. Oh, nou ja, eind van de middag. Ja, het is zomaar een detail, hè, maar ik noem het maar even. Ja. Maar om kwart over 6 dan verzamelen de alle kinderen weer, want dan ga ik weer naar huis. En dan moet je dat op gepaste manier moet je dat weer gaan doen natuurlijk. Ja. Om kwart over 6 dan denk ik dat ik ongeveer laat verzamelen bij het zwembad hier in de Wetering. En dan om 6:30 denk ik dat ik aankom met de paarden en alle pieten die ik bij me heb. En dan om 6:30 dan vertrekken we naar het Oude Dorp. En ja, aan alles komt ook een eind. Om 6:15 word ik vanuit het Oude Dorp weer uitgezwaaid. Precies, dan zingen we met z'n allen Dag Sinterklaasje inderdaad. Sinterklaas, het is misschien een beetje gek om mee af te sluiten. Maar wij hebben er heel lang op gewacht. Want officieel is Sinterklaas nu natuurlijk afgelopen. Vandaag de verjaardag natuurlijk. Kerstmuziek, misschien moeten we toch even toestemming vragen, Floris. Ik vind het toch een beetje raar om kerstmuziek te gaan draaien. Mag het nu op 6 december? U mag het als u dat wilt. Ik vind het allemaal prima. Het is mijn feestje geweest. Dus wat mij betreft, gaat u maar lekker los met de kerstmuziek. Nou, dat gaan we heel graag doen. Sinterklaas, hartstikke bedankt dat we even konden bellen nog vandaag. En tot volgend jaar. Oké, dag hoor. Tot ziens. Dag. Dag hoor.